Ik heb wel geprobeerd wat afwisseling te krijgen in mijn leven. Zo. Weet wat ik wil bereiken. Ik werk naar een punt toe, altijd. Ja. Alles gebeurt met vallen en opstaan in het leven. Ja. We zien wel. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Ik ben dus maar niks. Innoverend zijn is gewoon belangrijk. Tout court in het leven. Natuurlijk is het mooiste voorbeeld dat ik de eerste NIO heb in België. Toen de eerste NIO House in Oslo opende, dacht ik van oké, mijn zomervakantie ga ik naar Noorwegen. Toen ik aankwam in Oslo was het al laat 's avonds. NIO House was uiteraard al gesloten, maar ik heb mijn valies gaan afzetten in het hotel en eerst eens gaan kijken waar zit die NIO House. En de volgende ochtend, vanaf dat het open was, stond ik al aan de deur. Ben ik ongelooflijk vriendelijk ontvangen geweest in het NIO House. Ik zie dat er heel veel eigenlijk veranderingen zijn geweest. Dat er telkens een overgang was, ja. Of een nieuw idee. Ja. Heel leven identiek hetzelfde doen is wellicht voor mij een beetje te veel van het goede. Dus ik heb wel geprobeerd wat afwisseling te krijgen in mijn leven. Zo. Ja. Qua opleiding ben ik kapper eigenlijk. Dat wordt het niet voor de rest van mijn leven. En toen ben ik een winkeltje gestart. Een kledingwinkeltje aan de kust in Blankenbergen. Dameskleding. Heb ik 2 jaar gedaan en dat was leuk. En ik ben blijven in de verkoop zitten. Ik ben op den duur op de markt gaan staan. En met kruiden begonnen. En van het ene is het andere, dat uitgebouwd. Naar de winkels toe beginnen werken en zo. Totdat het product overal in de supermarkten ook stond en ik het bedrijf succesvol verkocht heb. Soms heb ik een nieuwe idee in mijn hoofd en dan zeg ik van oké, dan ga ik nu dit eens doen. Ja. Ik wou iets anders doen binnen de badkamerwereld. En ja, heb dat gewoon gestart. Heb mijn vorig bedrijf verkocht. De overgang naar de badkamers is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik in mijn vorig huis aan het verbouwen was. En ik ging op zoek naar het materiaal voor mijn badkamer. Ik merkte ook in mijn eigen badkamer dat de muren in de douche bijvoorbeeld waren betegeld. En dat het heel moeilijk is op de duur om die voegen netjes te houden. Iedereen heeft een druk leven. En als je dan een badkamer hebt waar je elke week een paar uur moet staan schrobben en poetsen, dat kan beter, dacht ik. En toen dacht ik van, daar moet toch iets beters voor te vinden zijn. En ben ik op zoek gegaan naar materialen om douches heel mooi af te werken, kwalitatief af te werken, maar naadloos. En zijn het badkamers geworden. Dat is zeker geen evident proces. De eerste jaren werkte ik met verliezen. Maar op den duur leer je toch wel de kneepjes van het vak en waar moet je op letten en wat wil de klant. En iedereen dacht altijd als ik dat start, zo de schrik van oh, en hij zal failliet gaan en dat gaat toch niet lukken en zo. Maar nu kijken ze wel met andere ogen naar mij. Ja. Van jongs af aan zei ik tegen mijn ouders, ik wil later een huis met een vijver in de tuin. En mijn ouders zeiden dan altijd, manneke, je zal nog veel moeten werken hoor daarvoor. Dus ik heb veel gewerkt en nu heb ik een mooie vijver in de tuin. Ik heb een zware burn-out gehad. En door gewoon te veel te werken, altijd maar werken, werken, bezig zijn met werken. En het is ook belangrijk om je voldoende te ontspannen. Niet continu op een schermpje te zitten kijken, maar ook iets anders te doen. Bijvoorbeeld dan terug van water. Alles die met water te maken heeft, kan mij ontspannen eigenlijk. Gewoon aan het water zitten met een boekje en genieten. Ik ben daar ook dagelijks mee bezig. De vissen voederen, zorgen dat alles, dat ze de filtersystemen op punt lopen. Ik had laatst iets nodig in het centrum van de stad. Had ik vlug iets dat ik moest ophalen. Ik parkeer de auto voor de deur. Ik kom terug uit de winkel buiten. En er staan 15 mensen rond de auto foto's te maken en me aan te spreken. Dus je bent vlug een half uurtje bezig met geïnteresseerde mensen aan het praten over de NIO.
En dat is bij elke klant waar ik kom, wordt er gepraat over de auto. Want het valt iedereen op van, wauw, wat is dat? Ik ken het niet. In mijn vorig bedrijf verkocht ik kruiden en specerijen. Dat is natuurlijk een heel andere markt, of badkamers. Ik weet zelfs niet of dat ik dit bedrijf tot mijn laatste dag zal verder doen. Misschien doe ik nog wel een keer iets anders. Ja.